Met Maya Manohar, voorzitter van het Universiteit Instituut Kinderrechten. En Astrid Kalu, beide juristen. Mevrouw Kalu is secretaris. Gaan wij vanmorgen praten over kinderrechten in Suriname. Want ze hebben een ingezonden stuk gestuurd naar de media, heb ik begrepen. En ik heb hier dat stuk voor me. En ze hebben ze vragen in dat stuk. Of ze roepen de Nationale Assemblée op om over te gaan tot actie met betrekking tot de implementatie van de wet opvanginstellingen. Want allerlei teweluku social media en als we ook bepaalde berichten lezen, dan zien we dat kinderen die zijn opgenomen of opgevangen in zo'n instelling psychisch en fysiek mishandeld worden. En deze juristen zeggen nee, onze kinderen moeten wij beschermen, want we hebben een kinderrechtenverdrag getekend. We gaan beginnen met de voorzitter. Voorzitter, goedemorgen. Goedemorgen. Ontroerend, als ik zo lees naar dit ingezonden stuk. Maar wat was de directe beweegredenen van het Universiteit Instituut Kinderrechten om dit ingezonden stuk te schrijven publiekelijk en om de Nationale Assemblée zo ver te bewegen om zaken op orde te stellen? Nou, zoals u weet heeft het Kinderrechteninstituut, Universiteitskinderrechteninstituut, enkele taakstellingen en doelstellingen. En dat is met name het Kinderrechtenverdrag de naleving te bevorderen en ook onderzoek te doen. Ja. Wetenschappelijk onderzoek, en dat doen we ook samen met de studenten. We motiveren de studenten ook. De studenten hebben een aantal papers geschreven. Mm-hmm. Dat is bij het keuzevak jeugdrecht, waaronder deze wet ook is belicht en wat onderzoek gedaan. En uit de mediaberichten die we kennen dat allemaal, dat er kinderen misbruikt worden in de instellingen. Mm. Vorig jaar was er nog een hele issue met hoop voor kinderen. Yeah. En de kinderen zijn toen een aantal bij de Stichting voor het Kind ondergebracht. Toen hadden we als Universiteitskinderrechteninstituut, met name mijn persoon, had al een interview afgestaan hieromtrent, waarin we dus hadden aangegeven hoe belangrijk het is dat deze wet geïmplementeerd wordt. Ja. En na een jaar merken we dus dat er niet echt iets is gebeurd. En er is ook onderzoek gedaan en wij hebben toen gemeend van we zullen daar nog een keer de aandacht om vragen. Er zijn ook andere instanties die hier een bijdrage in willen leveren om dit onder de aandacht van de Nationale Assemblée te brengen. En dat zullen we ook formeel doen. Ja, geweldig. Mevrouw Kalu, u bent secretaris. Dat wil zeggen, u houdt u bezig met de informatie van het instituut. Ja. Ik weet niet als u die kop zo heeft geschreven. Universiteit Kinderrechten roept DNA op tot actie voor wet opvanginstellingen. Ik fronste mijn wenkbrauwen even, want ik vroeg me af, DNA doet controle, toch? Tot actie overgaan, dan dat is de uitvoerende macht, de regering. Dus waarom de DNA oproepen tot actie? De achterliggende gedachte is dat we de DNA-leden triggeren. Oké. Okay. Om samen hun schouders onder dit werk te zetten. Om zover te krijgen dat dit wordt geïmplementeerd, dat deze wet wordt geïmplementeerd. Ja. Meneer Hewat, het is hemelschrijdend wat we meemaken. De opvanginstellingen, er zijn al kwaliteitsstandaarden opgenomen, hè, in de wet. Ja. En als u kijkt naar een van de leden waarbij de veiligheidsaspecten in de opvanginstellingen ook wordt gegarandeerd. Dat zijn een van de condities voor de opvanghuizen. Mm-hmm. We moeten onze kinderen, maar de opvanginstelling is niet alleen bedoeld voor de kinderen, ook voor de bejaarden, ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar meer in het bijzonder voor de kinderen, want wij gaan voor de kinderen. Ja. Dat de condities in die opvanghuizen
qua die kwaliteitsstandaarden zoals opgenomen worden geïmplementeerd. Ja. In mijn dagelijks leven, in een andere hoedanigheid, maak ik het heel veel mee dat kinderen in opvanginstellingen worden misbruikt bijvoorbeeld of mishandeld. Het gaat zelfs zo ver, meneer Huwaard, dat er opvanginstellingen zijn zonder een vergunning. Ja. En er is dan nu weer zo'n geval van een opvanginstelling, een crash, die geen vergunningsplichtig, die geen vergunning heeft. Ja. En waar er, als ik het goed heb begrepen, 7 kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 8 jaar zijn misbruikt door een neef van de crashhoudster. Wauw, en dat is recente informatie. Dat is recente informatie. Dit is een informatie, het heeft zich dinsdag aangediend. Wauw, dus ondanks er onderzoek is gedaan vanuit het instituut, studenten van de universiteit, toch worden de beleidsmakers niet wakker, meester Manohar. Manohar. Ja, laat me dit ervan zeggen, ook op uw vraag van actie. Ja, ja. Dat we vragen om actie van DNA. Ja. Het is namelijk zo dat DNA die wet in 2014 heeft goedgekeurd. De wet opvanginstellingen. Ja. En het is intussen 10 jaar. En we zien dus dat de implementatie niet volledig is of zoals het behoort te zijn. Het is gewoon een papieren teken. Ja, kun je zeggen. Want er zijn hele goede kwaliteitsstandaarden bij staatsbesluit vastgesteld in 2017. Ja. En nog gebeurt er niets. DNA, zoals u weet, als aankomend jurist, ja, is het wetgevend orgaan. Ja. En controleert de uitvoerende macht. Ja. Toch? En roept de uitvoerende macht ter verantwoording op. Ja. Dus vandaar dat we dan een beroep willen doen, dus dat onze volksvertegenwoordigers erop toezien dat het ministerie die wet uitvoert, implementeert. En geen enkel standaard is te hoog. Ja, en dat is het ministerie van Sociale Zaken. Ja, Sociale Zaken en Volkshuisvesting is conform de wet belast met de implementatie van deze wet. Ja, het gaat ook over jeugdbeleid. Kom AWJ van te pas? Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken? Bij de opvanginstellingen. Aha. Niet echt. Nee, is het ministerie van sociale zaken. Aan wie het is toebedeeld. Ja. Die belast is met de implementatie. Kijk, je kan andere ministeries betrekken, maar dat is dan in een samenwerkingsverband. Ja. Toch? Dat er ondersteuning wordt geboden aan de opvanginstellingen. In die zin trainingen van hoe gaan we om met de kinderen. Dus dat kan vanuit verschillende ministeries gedaan worden. Volksgezondheid heeft ook een taak dat de kinderen de medische voorzieningen krijgen. Hè? Ja, ja. Die in zo'n opvanginstelling zijn. Tenminste een basokaart. Ja. Weet je, dus dat zijn zaken waarbij de andere ministeries indirect betrokken worden. Maar dus de lead, de uitvoering, dat ligt in handen van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Het is namelijk voor de bescherming van de kinderen heel belangrijk dat die wet wordt geïmplementeerd. Er is ook wel eens gezegd dat de standaarden westers zijn, weet je, het is uit het Westen overgenomen. Ja. Maar wij hebben als land ook het kinderrechtenverdrag geratificeerd. Ja. En zijn verplicht om dat uit te voeren en te implementeren. En in artikel 20, ja, als ik het goed heb van het verdrag, is ook aangegeven dat indien kinderen uit huis geplaatst moeten worden, want er kunnen zich situaties voordoen, dat de kind niet meer veilig is thuis. Ja. Toch? En dan wordt zo'n kind uit het huis geplaatst en in een pleeggezin. Maar pleeggezinnen zijn in Suriname nog niet van die aard. Hè? Dat kinderen zo gemakkelijk in een pleeggezin geplaatst kunnen worden. Die zijn er niet voor het rapen. En dan worden ze in een opvanginstelling, kinderopvanginstelling geplaatst. Afhankelijk van
de trauma die ze hebben. Ja. Als het seksueel misbruik de kinderen zijn, dan gaan ze naar Stichting voor het Kind. Ja. En daar gaat het om. En de staat is verplicht, conform het verdrag, om die voorzieningen te helpen treffen, dat die kinderen veilig opgevangen worden als ze uit huis geplaatst worden. Ja. Dus dat is een plicht. En dus deze wet is in principe een uitvoering van artikel 20 van het kinderrechtenverdrag. Ja. En die wet heeft DNA keurig goedgekeurd. Ja. Maar de implementatie, daar schort het aan. En nee. Dus wij vinden dan ook dat de toezicht vanuit DNA er moet zijn. En dat er vragen gesteld dienen te worden en erop toegezien dient te worden dat ons huis van het huis van het volk erop toeziet dat die wet wel geïmplementeerd wordt. Ja. Of dat er een aanzet wordt gegeven. Kijk, de kwaliteitsstandaarden, wat ik al zei, er zijn eerder opmerkingen gemaakt door anderen dat ze hoog gegrepen zijn. Ja. Ik ga u zeggen, ten aanzien van de veiligheid van kinderen is geen enkele standaard hoog. Ja. Weet u, als u een beschadigd kind heeft, u moet zich voorstellen, een kind wordt uit het huis gehaald, elders geplaatst, voor zijn veiligheid. Ja. Maar is daar ter plekke ook niet veilig en wordt seksueel misbruikt in een tehuis? Ja. Weet u wat voor impact dat op een kind heeft? En deze zaken worden niet frequent gerapporteerd. Juist, die schade en precies voordat het naar buiten komt, wat mevrouw Kalu zei, de cases die zich dan aandienen, is zo'n kind intussen al jaren misbruikt. En weet u wat voor schade dat kind mentaal taal ervan over houdt. En dat kost de staat enorm veel geld om dat kind weer middels begeleiding mentaal gezond te maken. Ja. En soms blijft zo'n kind maar draaien, onbegeleid en niet goed begeleid, geen psychologische begeleiding. En wanneer zo'n kind volwassen wordt, doe dat kind hetzelfde, wat dat kind is overkomen. En wat krijg je dan? Een cirkel. Ja. En daarom zeg ik, we moeten onze kinderen wel beschermen en ervoor zorgen dat ze niet beschadigd raken. Want je hebt dan op een gegeven moment een beschadigde burger of beschadigde burgers in die samenleving. En dat is een hell of a job om de mensen die mentale gezondheid te bieden. En we weten allemaal, mental health is duur in Suriname. Ja, en de recente informatie geeft ons de wijsheid dat de jeugd van Suriname, ze hebben te kampen met mental health issues. Dus Mr. Kalu, de wet zegt ook dat men niet zomaar een opvanginstelling mag oprichten, want Fossi ABD, liefdeswerk. Ja. Ik heb een groot huis, ik heb een hart voor kinderen. Ik ga mijn garage inrichten voor een opvang. Dat mag in feite niet. Nee, het is eigenlijk vergunningplichtig. Het staat er, het is er ook. Ja. Maar weet u, meneer Hiwat, doordat deze wet nog niet is geïmplementeerd, hebben we ook geen raad van toezicht, wat de wet ook aangeeft, de raad van toezicht, die dan door de minister wordt benoemd, en die dan eigenlijk een werkarm wordt van de minister, die dan ook de controleurs onder zich heeft en die dan die controleurs op pad stuurt om de opvanginstellingen, eigenlijk de geregistreerde opvanginstellingen, te controleren op gezette tijden. Ja. Ik weet niet of er een controledienst is, maar ik weet wel, als er als de controledienst goed functioneerde, dan hadden we nu geen crèches die één niet geregistreerd staan, dus die onbekend zijn, en twee, dan hadden we daar ook niet zoveel issues binnen deze opvanginstellingen. Ja, ja. We hebben het dan niet alleen maar over misbruik. Mm-hmm. We moeten niet vergeten dat in het recent verleden ook we kinderen, baby's hebben gehad die zijn overleden. Ja. En die zaken worden
niet onderzocht of wel onderzocht. En maar... als het al onderzocht wordt, dan is het aan je Hari, je Trusu. Ja. Waar je dan ook niet veel wijs uit wordt, omdat ze daar onderling dan elkaar beschermen. Ja. Die moeder had dienst, die vader had dienst, die tante was er, die was belast met het met baden, die was belast met het voeden. We schuiven alleen maar hier met problemen. Dus de overheid kreeg een dikke rode kaart? Nou, dat zou ik niet zo willen zeggen. Ik roep de overheid wel op om alsjeblieft ook aandacht te besteden aan de implementatie van deze wet. Onze kinderen moeten beschermd worden. Ik zou langer het is veel meer dan wat we hier nu zeggen. Het is er veel meer. Ja.